Hoi, ik ben Mingfan. Ik ga vandaag een mapo tofu maken. Dat is een vegetarisch gerecht. Je kan ook met vlees erin doen. Maar ik heb vandaag gekozen voor als vegetarische variant klaarmaken. Toen ik nog een Chinese restaurant had, is dit een van de meest populaire vegetarische gerechten. Wat we nodig hebben: winterbeen, paprika, komkommer, ui, bosui, ook een beetje knoflook, tofu natuurlijk. Je hebt echt heel veel verschillende soorten tofu, maar volgens mij bij Jumbo of Albert Heijn hebben ze ook wat tofu en die is ook eigenlijk goed geschikt voor om dit gerecht te maken. Dus je hoeft niet speciaal naar toko te gaan hiervoor. Allerbelangrijkste ingrediënt voor dit gerecht is eigenlijk deze Sichuanse bloempeper. Mapo tofu hoort eigenlijk een beetje verdovend gevoel in je mond hebben als je het hebt gegeten. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog deze hot bean sauce nodig. Die twee is gewoon geëist om dit gerecht te maken. Ik heb ook nog hier sambal oelek en nog een gedroogd peper. Dit hangt eigenlijk af van hoe pittig ik het wil eten. Als je niet zo pittig wil, dan doe je een beetje die in. En als je heel pittig wil, dan doe je dit in. Wat ik nu ga doen eerst is deze peper even eigenlijk een soort roosteren in een wok. Hoeft eigenlijk niet zoveel. Beetje roosteren en dan ga ik hierin fijn malen. Want ik wil niet dat je dadelijk eten nog zo'n pit in je mond hebt. Dit is eigenlijk best te veel al. Maar ja, als je gaat roosteren voor een paar korreltjes, lijkt een beetje kinderachtig. Dus ga ik me iets meer doen. Ik gebruik waarschijnlijk niet allemaal. Als je denkt dat je niet zoveel sterke verdovende gevoel wil hebben, dat is ook een andere oplossing. Dat is gewoon eigenlijk deze bakken in een olie. En daarna weggooien. En dan is die smaak in de olie. Dan heb je ook een klein beetje smaak van deze peper in je gerecht. Maar niet zoveel als je een gemalen erin doet. Dus nu maar uithalen. Even in deze. Die laat ik nog even afkoelen. En dan wordt het nog krokanter. Dan kan ik wat makkelijker malen, denk ik. Ik heb hier een stuk tofu. Die ga ik een blokje snijden. Ik zou voorstellen echt een grote blokje te snijden. Als je kookt in water, dan heb je nog wat over. Als je het te fijn snijdt, dan misschien lost hij op in de water. In een restaurant wordt vaak ze gefrituurd. Dat je een buitenkant een krokante korstje hebt. En dan als je het in je mond stopt, dan denk je, oh, ik heb toch nog iets om te kauwen. Ik ga dit vandaag gewoon zo maken als echt Chinese eten. Die ga ik koken in een water. Als je kookt, zet ze een beetje uit. Om te koken heeft dat twee functies eigenlijk, denk ik. Tofu heeft zelf waarschijnlijk een bepaald onderdeel die erin zitten, best wel sterk geur geven. Dus je moet door te koken, wordt die er gewoon eruit gekregen. En daarnaast, als je kookt, zet die tofu ook een beetje uit. En dan is die makkelijker om zometeen smaak, die ik hier in de saus maak, erin te nemen. Dan heb je een tofu ook met smaak erin. Winterbeen in zometeen. Om de friesheid van die pittig gerecht te krijgen, toch een beetje te creëren, dan doe ik ook wel komkom in. Hoe je ze wil snijden, moet je zelf weten. Maakt niet zoveel uit. En uitje. En paprika. Keur netjes, een beetje in blokjes. Even gescheiden. Ik heb hier nog een teentje knoflook. Als je van het knoflook houdt, mag je ook meer erin doen. Maar eerlijk gezegd, ik heb er nog maar één teentje over hier. Ja, dan kun je niet twee teentjes gebruiken. Kijk. Nu ga ik deze malen. Kijken of dat lukt. Ja, het lukt makkelijk. Je kunt ze ook in een blender doen. Maar ja, ik heb zo'n ding. Gebruik bijna nooit. Dus vind ik een mooie gelegenheid om
even uit de kast te halen. Dit is eigenlijk een van de bekendste Sichuanse gerechten. Kijk, ik laat jullie even zien. Zie je dat die tauhu nu veel grote stukken wordt? Groter dan net. Kijk. Die zet een beetje uit en dan komt de ruimte tussen al die tauhu zelf. En dan neemt die dadelijk het smaak van de saus makkelijker op. Nou, nu ga ik hier wokken. Hier laat ik gewoon rusten sudderen. Eigenlijk, hoe langer sudderen, hoe lekker dat is. Tauhu moet je echt heel lang koken. Mijn kruidenolie. Er zit niet zoveel meer in. Ongeveer 2 lepel. Doe ik me allemaal in. Om dit te laten wokken moet je rust een beetje afstand houden, want het spettert een beetje. Dit is een van mijn favoriete ingrediënten om gerecht te maken. Ik hou zelf superveel van pittige gerechten. En deze, als je deze ingrediënten indoet, ziet niet, is niet alleen pittig, maar het ziet ook heel mooi uit. Mooi rood. Want rood en een beetje laagje olie eroverheen, dit is echt Sichuanse, typische Sichuanse kenmerk. Sichuanse keukenskenmerk. Pakken en vast. Knoflook erin. Meebakken. Krijg je knoflook smaak gelijk ook in de saus zometeen. Ik laat deze nu even rustig bakken. Ik ga even de water van het tauhu weggieten. Nou, nog een beetje water erbij. Ga ik gewoon verder koken met dit. Deze water kan ik zometeen gebruiken om die saus te maken. Slim, hè? Ik ga nu die poeder toevoegen. Ongeveer de helft heb ik erin gedaan. Moet niet te veel. Dan verdoopt je zometeen je mond zo goed dat je naar tandarts gaat en dan zonder verdoving je tanden kunnen laten uittrekken. Dat moet ook weer niet laten gebeuren. Je moet dat nou overlaten aan je tandarts. Een lepeltje suiker. Suiker en pittig is een heel goede combinatie. Nou, nu ga ik de rest van de groenten erbij doen. Uien. Vuur ook wat hoog zetten. En winterpeen. Onderkant een bosuitje. Paprika. Kijk, die kook. Ik ga deze nu gelijk hierin doen. Gaat het direct in je neus. Zo, nu maar een beetje smaak erbij doen. Een beetje zout. Nog een beetje suiker. Klein beetje vetting. Ja, ik kan niet koken zonder oestersaus. Oestersaus. Peper heb ik niet meer nodig, want die bloempeper is al goed. Nou, zo nu even laten sudderen. Ik ga even een bindingsmiddel maken. Lepel aardappelzetmeel. Mengen met een beetje lauwwater. Je mag ook maizena gebruiken als je thuis dat hebt. Dat ja, het heeft dezelfde werking. Ik ga nu de komkommer toevoegen. Oh, ik heb geen extra sambal meer toegevoegd. Maar als je echt pittig wil eten, kun je gewoon die twee of een andere soort sambal erin doen. Dat mag je echt allemaal zelf eten. Na een tijdje heb gesudderd, ga ik gewoon afmaken. Want ik wil ze opeten. Bosuitjes. Sesamolie. Rijstwijn. Het is klaar, hè? Even netjes maken. Hier is het. Mapo tofu. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dag. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube kanaal.